De presidenten van Guyana, Brazilië en Suriname hadden tijdens de CARICOM-vergadering op 28 februari een trilaterale bijeenkomst waarmee hun toewijding aan vrede, samenwerking en duurzame ontwikkeling werd bevestigd. De overeenkomsten omvatten het oprichten van technische werkgroepen voor infrastructuur, energie en grensoverschrijdende criminaliteit. Ze benadrukten verbeterde connectiviteit en samenwerking in de energie- en veiligheidssector. De verklaring werd op 29 februari, gisteren dus, aangenomen in Georgetown. APA Suriname Corporation LDC en partners CEPSA en Petronas hebben een deel van blok 53 in het Surinaamse offshoregebied teruggegeven aan Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het contract voor blok 53 is vanaf 1 januari 2024 beperkt tot het Baga 1 gebied nadat besloten werd geen exploratieput te boren. Staatsolie zal dit vrijgekomen deel later dit jaar opnieuw onder contract brengen. Tussen 2015 en 2021 zijn 4 exploratieputten geboord, waarbij alleen bij Baga 1 olie is gevonden. CEPSA en Petronas kregen respectievelijk belangen van 25% en 30% in blok 53 in 2013 en 2014. De 46e CARICOM-staatshoofdenconferentie, geleid door president Irfan Ali, heeft vooruitgang geboekt op het gebied van economische integratie, vrij verkeer van personen en zee- en veerverbindingen. Klimaatkwesties en financiering van ontwikkelingsprojecten, vooral voor Haiti, stonden centraal. Andere onderwerpen waren grenskwesties, politieke ontwikkelingen in de regio en samenwerking met niet-lidstaten. President Ali heeft afspraken gemaakt die zullen worden besproken door een speciale commissie bij de volgende vergadering. Inmiddels is president Santokki vandaag aangekomen op Sint Vincent en de Grenadines voor de 8e summit van de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, de CELAC.